Goedemorgen, het is maandagochtend 5:30. Ik ben om 5:00, nou nog net niet mijn bed uitgesprongen, want ik sliep echt voor 8:00. Mijn telefoon ligt aan de lader, maar ik denk dat ik wel bijna 8:00 gemaakt heb. Dus ik was helemaal klaar voor deze dag. Dus ik was al begonnen met mijn coaching en alles. Maar ik heb geen soep vandaag voor naar werk. Dus wat ik ga hier doen, ik heb hier een ui. En ik ga toch nu om 5:30 ochtends snel een soepje maken. Zodat ik gewoon een lekkere lunch heb. Die soep gaat zeker weten niet afgekoeld zijn voor ik op mijn werk ben. Maar daar ga ik nog even wat over denken. Ik denk dat ik het bakje gewoon even dicht doe als ik ga werken. Of als ik daarheen ga. En dan zet ik hem daar gewoon weer open. En dan heb ik voor de lunch gewoon een lekkere kom soep. Want dat vind ik gewoon eigenlijk nu het allerlekkerste. Het is hartstikke koud. Dus ik maak lekker een soepje. Ik heb geen idee of het lekker wordt. Ik had ook een broccoli. Maar ik weet niet of de combinatie broccoli en tomaat heel lekker is. Dus wat ik ga doen. Ik heb nu een uitje erin. Ik heb wat tomaten. Ik heb paprika's. Die ga ik gewoon allemaal even aanfruiten of aanbakken. Het uitje fruiten, de rest aanbakken. En dan ja, dit is niet handig, hè? Twee dingen tegelijk. Dit is ook geen echte vuilniszak, maar ik kan het zo snel niet vinden. Doe ik er water bij, bouillonblokje. Gooi ik hem daarna even, of ik gooi de pureren, of ik doe even in de blender die hem voor me pureert. Dan ben ik mezelf vanmiddag heel erg dankbaar, denk ik. Update van het programma ben ik echt ziek lang bezig geweest met deze video uiteindelijk geëxporteerd krijgen. Ik was dit weekend al wel begonnen. Ik zie dat mijn lens allemaal wazige dingen heeft, maar heel gedoe. Maar het lukt me, dus die gaat nu verder. Ik ga even verder met mijn make-up. Het is nu 7:15. Mijn soep is klaar, die moet ik alleen nog even pureren en dan nou, ga ik zo eten van Mila maken. Mijn eten meenemen. En zo meteen richting mijn werk. De hele pan was in een bakje. Dus goed gevulde lunch met 2 paprika's en 5 of 6 tomaten. Ga ik lekker van genieten vanmiddag. Stukje later dan normaal, 7:55 en ik ga naar mijn werk. Wat ik heel vervelend vind, is dat ik de meiden niet heb gezien. Mila en Lauren, sterren wel, die heb ik namelijk wakker gemaakt voor de voeding. En het is te hopen dat ik ze vanavond zie, want we hebben nog een schoolmarkt van 4 tot 6. Maar daarna moeten we nog opruimen. Dus ik hoop dat ze nog wakker zijn als ik thuis ben. En ik ben een beetje bang dat ze verdrietig zijn dat ik zo meteen al weg ben. Maar mom guilt is dit gewoon, want het wordt een hele volle week, maar we gaan het gewoon zien. Dus daar ga ik me niet druk om maken. Ik ga naar mijn werk toe. Ik ben weer lekker thuis. Ja. 7:00. Ik ben echt net thuis. Ik heb even mijn jurk verruild voor mijn chillpak meteen. De meiden gaan bijna naar bed. En Sterren wil de camera pakken. Ja, Sterren wil de camera pakken. Mijn werktas staat daar nog. Ja, jij vindt die echt heel mooi, hè? Ja. Ja. Wat wil je dan? Maar het was echt mega leuk. De markt was echt een succes. Dus een hele leuke dag gehad, gelukkig. De meiden gaan echt bijna naar bed. Ik moet zo nog heel even iets eten en coachen. En dan denk ik dat ik ook lekker vroeg mijn bed in ga. Ik wil eigenlijk ook nog wel eten, maar nu heb ik tanden gepoten. Dat kan niet, hè? Helemaal op.
Oh, wat goed. Maar was het een leuke dag? Ja. Ja. Goed zo. Moet ik dan Rosina of Amanda of de andere juf waren er niet? Ja. Zowel Rosina en Monique waren er alleen. Juf Amanda was er niet? Nee. Waar was ze? Die was denk ik ziek. Oh, maar dat weet je niet. Ik was ziek. Als je Ada, ga namelijk iets maken. Maar wat dan? Ik weet niet wat. Ik ook niet. Ada weet het niet helemaal. Ik weet het niet. Nou, we kunnen... Wat ga je doen? Wil je wel kroelen? Ja? Kom je bij mama? Oh, je staat. Mami, ik kan ook deze op mijn. Wil je bij mama kroelen? Oh, toch niet? Als je erop gaat zitten. Nee? Al een keertje. Haha, dit is grappig, hè? Oh, Laura. Mam, je duim. Dat is een beetje deze stift. Maar dat ziet anders uit op je duim, omdat het bruin lichaam is. En dat ziet er wat anders uit. Wil je dan niet op de bank kleuren op dat ding, alsjeblieft? Oh, sorry. Ik ga alleen iemand. Wees je lekker aan het spelen nog even. Ja. Ja? Ja, die is mooi, hè? Ja, niet meer. Een stukje real life. Het is 8:00, maar de meiden willen niet slapen. Die hebben me amper gezien. Marco zat erbij zodat ik kon coachen. Maar nu slaapt ze nog steeds niet. Dus ik neem mij. Ach, mijn caprimoor voor mij. Watjes, ik poets boven mijn tanden. En dan ga ik gewoon achter hem aan. Ook het bed in. Ik ben ook moe, maar ik moet zeggen dat ik wel even tijd om te chillen ook wel fijn was geweest. Nee, daar komt ze maar niet. Dus ik moet natuurlijk... Oh, Gina. Ik dacht dat hier een watje zat, is niet zo. Ik moet natuurlijk, wat wilde ik zeggen? Ik heb geen idee. Ik ga deze vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei.